Serie 1 van de 100 meter vlinderslag dames programma nummer 8. We doen het daar nog vier series. En in baan 1 in serie 1 voor de Vuurse Daniel Kolen. Baan 2 voor BZNPC Vivian Brak. Baan 3 voor Hieronymus en als koorhoudster Manon van Mariën. Baan 4 voor ZPC Amersfoort Chantal Molenkamp. Baan 5 voor de Eemsrobben Marije Oosterhuis. Baan 6 is er voor de Columbiaan Inge Belfort. Baan 7 is er voor HZFC Heerenveen Tremster Lisette Bruinsma. En op baan 8 voor Haarlem Cleo Keizer. Molenkamp en Marije Oosterhuis. Oosterhuis aan de lijn 33-37. Molenkamp 33-47. Daar dichtbij. De dames zij aan zij naar het laatste keerpunt gaan van deze 100 meter vlinderslag. Zien we hier Molenkamp de leiding nemen en als eerste aantikken in de tijd van 1.12.04 en in de categorie S10 is 1.12.04 een nieuw Nederlands record. De uitslagen die op scorebord staan, de officiële uitslagen, gaan we verder met serie nummer 2.